What's good allemaal? Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Calvijn. En het is weer tijd om iemand te roosten. Meerdere mensen vandaag. We hebben een spelletje voor me. Wij denken dat hij één ding wel gaat benoemen. Jullie stelen content van de Sidemen. Terwijl hij dat zelf ook nog doet. Dus wij hebben vodka. En iedere keer als hij Sidemen noemt, doen we allemaal een shotje. Ja. Het verleden aan jou, als je Sidemen noemt, is je video demonetized. Oké. Als je me langer volgt dan vandaag, dan weet je dat ik af en toe mensen roast. En nou heb ik al aardig wat mensen geroast, dus het wordt steeds moeilijker om nieuwe slachtoffers te vinden. Maar ik heb er vandaag weer een aantal gevonden, dus dames en heren, jongens en meisjes, zet je schrap. Wees klaar voor de roast of de bankzitters. Yeah. Hey! Hey! Er was eens een groepje hilarische, getalenteerde jongens. Ze hadden grappige filmpjes, een succesvol YouTube-kanaal, zelfs een hele merchandise-lijn. En ze noemden het zichzelf The Sidemen. Hey! Het eerste we zijn 40 seconden onderweg! Boys. Roos, op The Sidemen. Op The Sidemen. Op Sidemen. Oh. Maar in Nederland heb je ook een groepje getalenteerde jongens met een fantastisch YouTube-kanaal, namelijk StukTV. En aangezien ik de jongens van StukTV al een keer geroast heb, ga ik me vandaag focussen op de één na leukste jongensgroep van YouTube Nederland, genaamd Ponkers. Maar aangezien het geld van de Ponkers op is en ze geen video's meer maken, moet ik het vandaag doen met 5 verstandelijk gehandicapten die zichzelf veel te grappig vinden, de bankzitters. Voor de mensen die de bankzitters nog niet kennen, ga weg, vlucht, nu het nog kan. Echt, ik kijk nog liever naar een 10 uur durende versie van Royalistic die een of ander hardstyle liedje aan het zingen is. Dan dat ik naar deze misvormde gasten moet kijken. Ik ben serieus, het kijken naar een bankzittersvideo is echt een marteling. Als je de bankzitters kijkt, moet je 1,5 meter afstand houden van je scherm. Anders word je besmet met het bankzittersvirus. Ja, en er zijn niet genoeg IC-bedjes om al die 8-jarige kindjes op te vangen. Maar als je er toch voor kiest om verder te kijken, dan wil ik bij deze even aangeven dat ik niet verantwoordelijk ben voor eventueel hersenletsel of trauma's of suicidale gedachten. En als er morgen een van de 13-jarige meisjes een smerige webcam sessie heeft met een van deze gasten, dan heb ik je bij deze gewaarschuwd. Hoe weet hij dat? Een bankzitter. Vernoemd dus naar de slechtste spelers uit een voetbalteam die namelijk 90 minuten lang op de bank zitten. Zo'n naam kiezen is wel slim, want daarmee zeg je dus eigenlijk: wij zijn zo ongelooflijk talentloos, niemand kan ons beledigen, want dat doen we zelf al. Haha, jullie kunnen echt niet voetballen. Dat klopt, en daarom hebben we gekozen voor een kutnaam. Ik vind het gewoon een klein beetje triest dat YouTubers zich tegenwoordig al zo laag inzetten dat je eigenlijk op geen enkele manier kan beledigen. Waar is de tijd gebleven van arrogante YouTubers die zichzelf zo geweldig vonden dat ze super boos werden van haatcomments? Ja, de bankzitters vinden zichzelf al zo kut dat ze zich aftrekken op haatcomments. Nee, dat doen ze niet. Ze trekken elkaar af op haatcomments. Oh, Martien, nog een haatcomment! Mensen vinden ons echt kut! Ja, oh, ja, lekker! Wat is dit, jongen? Maar wat doen die jongens nou precies op het bankzitterskanaal? Nou, ze maken bijvoorbeeld liedjes over wat ze verdienen met YouTube. Niks. Oh, ze verdienen wel wat met YouTube. Oh, nou, dat was me helemaal niet opgevallen. Dus of Castle is eigenlijk een fantasy game. Ja. Echt, jongen, een van deze gasten is gewoon 1 minuut aan het uitleggen waarom je een of andere app moet downloaden. Ja, dat stond in de briefing. Dat moest. Maar Koen zegt in 1 zin precies wat er aan de hand is. We verdienen geen pieves. Als het leven zo makkelijk was, Koen. Nou ja, verder doen ze allemaal leuke dingen op hun kanaal. Zoals verstoppertjes spelen, 30 seconds spelen, raad de tekening spelen. Eigenlijk gewoon alles wat familie Lacap ook doet. Oh. Maar goed, even terug naar de naam. Bankzitters. Ik vraag me dan af, weet je, als je voetbalt en je zit alleen maar op de bank, waarom blijf je dan lid van de club? Nou, misschien omdat na de eerste en de tweede helft het gedeelte komt waar deze jongens helemaal losgaan. De douches. Ja, zie je het al voor je? 5 van die naakte, bleke jongetjes op een rij. Lachen, gieren, brullen. Elkaar een beetje aanraken. Met van die witte piemeltjes die eruit zien als doodgeboren naakte molratjes. Jij hebt geen naakte piemel, jij hebt zoveel haar op je piemel zitten. Maar ik wil het niet zien, maar soms kom je de keuken in en dan staat hij daar gewoon. In plaats van bankzitters hadden jullie jezelf misschien beter douchezitters kunnen noemen. Omdat jullie daar allemaal op elkaars hoofd gaan zitten. Oh ja, Koen, oh ja, kom maar zitten. Oh ja. Hé, hey, Raoul, kom maar lekker, ga maar op me zitten. Ah, jongens. Over naakte molratjes gesproken, laten we beginnen met Koen, het eerste slachtoffer van vandaag. Koen is 20% van de bankzitters en hij is 100% een knaagdier. Dat muisje uit Ratatouille is gebaseerd op Koens hoofd. Kijk maar.
Echt jongen, kijk even naar die hasses van Koen. Koen ziet eruit als iemand die zichzelf zou aanmelden voor Boer Zoekt Vrouw, omdat hij stiekem gewoon gepijpt wil worden door lammetjes. Zijn kanaal heet DNPNL. Do not press NL. Niet drukken NL. Nou ja, wat zeker iemand een keer uit mag drukken, zijn die puisten op je voorhoofd. Jezus, wat is dit? Oh, eerlijk, dit is toch geen normaal hoofd? Koen, misschien moet je een kleuterboekje uitbrengen waarin kinderen verbinte puntjes kunnen spelen met puisten op je hoofd. Echt niks aan jouw hoofd klopt. De verhouding, de haarlijn en die neus ook. Als ik jou was, zou ik wel even een DNA-test laten doen. Want volgens mij heeft jouw moeder gewoon Willem Holleder geneukt ofzo. En ook die tandjes. Kijk die tandjes. Echt zo van die knaagtandjes. Echt, normaal gesproken hoop ik dat YouTubers mij niet inhalen. Maar bij jou hoop ik gewoon dat je niet mijn oor eraf bijt ofzo. Nou goed, als Koen niet bezig is met ledematen van andere YouTubers eraf knagen, dan maakt hij filmpjes op zijn YouTube-kanaal. FIFA-filmpjes. En hij maakt dus ook voetbalplaatjes open. Weet je wel, datgene wat je deed toen je 8 was, toen je tering kinderachtig was en toen je nog geen porno kon kijken, dus nog maar voetbalplaatjes ging sparen, nou ja, dat doet hij dus nog steeds. En als je nog nooit zo'n Unpack-filmpje hebt gezien, dan zal ik het even uitleggen. Er zit zo'n jongen achter een computer en dan klikt hij zo ergens op en dan, oh nee, niemand boeit dit. En toch kijken er gewoon 140.000 mensen naar deze bullshit. En laten we nou ook precies zoveel verstandelijk gehandicapten hebben in Nederland. Dit kan geen toeval zijn. Shout out naar al mijn verstandelijk gehandicapten kijkers. Goed, nu we het toch over verstandelijk beperkte hebben. Rob! Rob, ik heb een gedichtje voor je geschreven. Rob, oh Rob, oh Rob. Wat heb jij een kop? Ja, Rob, ik kan niet anders zeggen. Je gedraagt je niet alleen als een domme Brabander, maar je ziet er ook uit als een domme Brabander. Wacht, autorefeur. Toen ik hoorde dat de meeste coronaslachtoffers in Brabant wonen, was ik gewoon blij omdat ik weet dat jij daar vandaan komt. Maar Rob is wel zo'n gezellige Brabander die van voetbal houdt. Weet je wel, gewoon gezellig. Is het jullie ook wel eens opgevallen dat het lijkt alsof het lichaam van Rob niet helemaal lijkt te werken? Kijk. Mijn close-up, dat ik even mijn haar goed doe, ja, vind ik altijd geweldig. Hoe kan het dat jij helemaal niet zo dik bent, terwijl je wel loopt alsof je dik bent? Goed, een paar keer per jaar ziet Rob daglicht. En dat zijn ook de dagen waarop hij voetbalt. Oeh, jongens, ik heb gescoord. Super gaaf. Nee, oké, ik moet eerlijk zijn. Rob is geen debieltje. Nee, Rob heeft HBO gedaan. Ik geloof er alleen geen reet van. De enige HBO die Rob heeft gedaan is het hogere bierdrinkonderwijs. Ja, dit is dus wat alcohol met je brein doet, hè? Maar deze gozer heeft naast zijn vieze jongensclubje ook zijn eigen YouTube-kanaal waar hij FIFA speelt en pakketjes opent. Ik snap ook helemaal niks van die teringtitels van die filmpjes. Mijn Prime Icon Pack openen. 20 miljoen team versus First Owner Team. Ik snap dit niet hoor. Als ik dit zo hard oplees, dan klinkt het voor mij als een vreemde taal die ik niet begrijp. Zoals, Australisch. Welke taal spreken ze in Australië? Ik ga gewoon Australisch. Tot slot, zijn kanaal heet Lucky Graaf. Waar ben jij lucky mee dan? Sowieso niet de views op je niet-FIFA-filmpjes. Yeah, nieuwe serie. Geen FIFA, maar Formule 1. Ah, gaaf. Aflevering 2. Oh, er kijken echt weinig mensen naar. Aflevering 3. Zal nooit komen. Terug naar FIFA. Hij stopt er gewoon mee. Hij kapt gewoon. Hij stopt gewoon. Klaar. Iemand die ook beter kan stoppen is Milo. Stop ermee. Ik meen het. Ga wat anders doen. Open je eigen vliegveld. Je hebt toch al je landingsbaan op je voorhoofd. Stop gewoon. We gaan verder met de volgende bankzitter. De knapste van allemaal. Eigenlijk denk ik wel de reden waarom de bankzitters überhaupt succesvol zijn geworden. Jazeker. Ik heb het over niemand minder dan Milan Knol. Oh, die zit niet bij de bankzitters. Nee, maar Milan heeft er toch voor gezorgd dat Matty bekend werd en dan... Je werd bekend door J.H.D. Oh ja. Ai. Bankzitters, waarom hebben jullie niet gereageerd? Ja, bankzitters, waarom hebben jullie niet gereageerd op de diss-track van Milan? Nicolo Wack was. We hebben ook niet gereageerd op de diss-track van Kai van der Rey. Ja. Nee, we gaan het natuurlijk over Matty hebben. Met zijn 600.000 abonnees is hij overduidelijk de grootste tyfusmogol die ik ooit heb gezien. Je hebt me al geroost, dat nou! Maar in tegenstelling tot de andere bankzitters heeft Matty wel echt hoogwaardige content op zijn kanaal. Vogel. SBC. Koen laat een scheet.
date. Deze video is echt slecht. Zijn YouTube kanaal heet dus Fifalosophy. Toen ik voor het eerst die kanaalnaam hoorde, toen was ik gewoon enthousiast. Alleen, ik was best wel snel teleurgesteld toen ik erachter kwam dat het niet een YouTube kanaal was van een lange FIFA spelende chick met grote bulten op haar borst. Was toch leuk geweest. Maar in plaats daarvan kreeg ik een lange FIFA spelende dude met grote bulten op zijn rug. We gaan door met Raoul, de papa. De meest volwassene van de groep. Raoul heeft iets wat alle andere bankzitters niet hebben. Gevoelens. Ken je dat als je dan bijna vakantie hebt of op vakantie gaat of voor het eerst na lange tijd weer naar school moet? Dit heb ik nooit gezien. Ah, niet de hele tijd dat gelul over voetbal, maar gewoon iets waar het echt om draait, weet je? Het leven. Of je eerste date hebt, of weet ik veel wat. Dat je dan de nacht ervoor gewoon niet kan slapen. Nou, dat heb ik nu. En mijn wekker gaat over 4,5 uur. Want dan ga ik voor het eerst in mijn leven een wedstrijd bezoeken van de club waar ik 13 jaar fan van ben. Ja, serieus? Fucking voetbal. Voetbal, voetbal, fut, pakketje openen, fut, nog meer voetbal, FIFA challenge, FIFA, voetbal, fut, FIFA, voetbal, FIFA, 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 voetbal, FIFA. Echt jongen, normale mannen kijken porno tijdens het aftrekken. Wat kijken jullie om snel klaar te komen? Ronaldo die een overtreding maakt op Messi? Ja! Maar goed. Terug naar Raoul. Raoul is de enige van de jongens met gezichtshaar. Raoul, volgens mij ben jij gewoon te lui om je te scheren. Raoul is zo lui, hij is gewoon de enige YouTuber die je kent die rustig 6 keer dezelfde thumbnail gevraagd. 6 verschillende video's met gewoon precies Maar wat me wel opvalt, is dat Raoul eigenlijk helemaal niet in dit clubje past. Kijk, hier even een foto van 4 van die gasten. Allemaal van die jonge honden en dan die oude lul ertussen. Kijk eens wat een serieuze knuppel. Boomer! Alles aan jou lijkt alsof je boven de 40 bent. Je gaat op trekkers zitten voor de lol. Je hebt een lichaam van een 40-jarige. Je gaat lekker op citytrip met je zusje. Tijdens kerst stiekem vieze dingen doen met je neefje. En je gaat met hippe mensen op de foto voor je zoontje. Kom Joost, even voor mijn zoontje, hè? Kom. En wat krijg je als je een papa, een verrader, een landingsbaan, een Brabantse downie en puismeneer bij elkaar stopt? Simpel. Een Tia. Hey, zijn maar één keer okay. Simon zeg. Ja, dat vind ik eigenlijk best knap van hem. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei.